Beter maken en houden, dat is natuurlijk van alle tijden. Dit soort beweringen moet je af en toe omdraaien, alsof dat vroeger dus niet zo was. Wat je ziet, is dat de manier waarop je dat doet, natuurlijk heel anders is. Heel plat, als ik binnen KLM één Twitter de wereld in gooi waarin ik zeg ik zoek stewardessen, krijg ik 4000 reacties. Snelle verandering, ook in termen van technologie, heb je over 5 of over 10 jaar competenties nodig die als je niet oplet je vandaag aan het afbouwen bent. Data kennen. Als je dat niet kent, weet je, dan is elke analyse gebouwd op drijfzand. Dus dan gaat het niet werken. Die IT-component van dat goed georganiseerd hebben, dat is er één die heel belangrijk wordt. Daar kan nog veel meer in gebeuren. Zeker in combinatie met het verbinden met een grote database waarin andere data over het bedrijf zitten. HR is een vak. HR is geen hobby. HR is geen proeftuin. HR gaat over ongelooflijk veel geld. Als ik even bij mij kijk, 30% van de kosten zijn personeelskosten. Dat gaat over miljarden.